Ja. Ben ik duidelijker nu? Mijn microfoon staat vlak bij mijn gezicht, dus ik denk.
Ik kan praten, Q-toch, bang-bang kicken. Kunnen jullie mij allemaal horen, maar ik zou nu ook wel duidelijker praten, dus dat zal misschien helpen. En dan een tamzak soms. Ik weet niet hoeveel achterstand dat er is met de livestream. Ik doe mijn best. Maar iedereen zo, je ziet dat er overlapping gebeurt. Ja, allemaal horen, maar ik zal nu ook wel duidelijk... Oei, echo's, kan dat? En dan zak soms. Ja, ik zit met een rustcam heel dicht op mijn PC. Dat zal die echo veroorzaken. Mijn scherm, mijn tv is met mijn computerscherm. Die echo uitschakel. Ja, ik zit met een rustcam heel dicht op mijn PC. Ah, dat is een echo veroorzaken.
mijn scherm en mijn DVD's en mijn computers. Die Nego uitschakelen. Ben op zoek naar... Is een inbouwde cam. Ja, ik kan er niet veel aan doen, ze vrees ik, voor die nacho. Maar gewoon zwart. I tried. Ja. Ik zorg wel nog een keer voor een headset of zoiets, maar op dit moment ga ik proberen een echo te overlappen. Ah, wel, Shortcut, ça va, onder andere. Heel lang geleden dat ik nog gezien heb. I tried. Ja. Ik zorg wel nog een keer voor een headset of zoiets, maar op dit moment ga ik proberen een echo te overlappen. Die overlapping hier nog proberen weg te krijgen. Ah, wel, Shortcut, ça va, is het beter met een echo? Want het is waarschijnlijk minder duidelijk. Ja. Ik zorg wel nog een keer voor een headset. Aha, we hebben het dan toch opgelost. Hè. Dat is echt goed, hè, man. Spat. Wat ik hier zou willen doen met u tezamen, is ja, die Fedora server dat ik opgemaakt heb en een virtuele machine geïnstalleerd. Dat je ziet wat we er kunnen mee doen. Hè. Van... Johan de Seeuw, dat hier niet is. Aha, we hebben het dan toch opgelost. Hè. Dat is echt goed, hè, man. Wat ik hier zou willen doen met u tezamen, is ja, die Fedora server dat ik opgemaakt heb en een virtuele machine geïnstalleerd. Dat je ziet wat we er kunnen mee doen. Hè. Van Johan de Seeuw, dat hier niet is. Aha. Even Johan de Seeuw erbij roepen.
even Johan de Zeeuw erbij roepen. Ja, maar dat was om te zien of het echt wel lukt, hè, maar ik kan het wel uitschakelen. Maar die chat staat ook erbij, maar kan ik dat loskoppelen? Ik weet niet. Dus straks heb ik toch ergens een optie gezien. Chat verbergen? Nee, dat is... Ja, maar dat was om te zien. Ja, een nieuw venster. Dat kan misschien wel. Ik kan het wel uitschakelen, maar die chat staat ook. Dan kan ik dat afsluiten, dan ben ik van... Kan ik dat loskoppelen? Kijk er naar mezelf vanaf. Voor de echo. Dus straks heb ik toch ergens een optie gezien. Chat verbergen? Nee, dat is... Ja, maar... Dan kan ik dat hier afsluiten. Voilà. Maar de chat blijft open. Dat is weer al iets dat we gevonden hebben. Leren bij, man. Leren bij. Iedereen hoort mij nog? Ja, ik heb een spraakgebrek. ja. Oké. Bon. Ik denk dat we nu ongeveer alles onder controle hebben. Wordt het venster overlapt ook niet meer? Nee. Oké. Okay. ik ga nu met die server uitspoken, maar dat is allemaal voorstel op de site hier. Nee, wat die site nu ook ziet, ja, hè? Ja. 24 things to do, bla bla. Dat is mij aangeraden en doorverwezen geweest door Johan de Zeeuw. Het eerste heb ik al gedaan, DNF update. Ben ook aan het bijleren, hè. Al die commando's uitvoeren, dat is ook allemaal nieuw voor mij. Chinees eigenlijk, maar gelijk IT'ers leren we dat mijn lepeltjes, gelijk dat ze het ons geven. Een upgrade moest het niet uitvoeren, maar er waren wel al updates uit te voeren op de server. Die server, even weer doen. Voilà. Die draait in een Oracle VM VirtualBox. Iedereen kan dat beest. Ja, hij zegt, ik weet het, ik ben een West-Vlaming, maar allez, ik zou mijn best doen, dat ik toch nog niet moet ondertiteld worden naar Tino. Copy-paste, hè. Dat is nu wel een beetje uitzoeken wat ik er moet voor zorgen dat mijn muis daar niet overlapt. Zo, ja. Oké. Okay. Pretty confusing allemaal, zo, maar met al die screenregio's te kiezen en dat dan te moeten... Anyway. Deze is eigenlijk dus de webconsole, hoe noemt dat beest? Cockpit. Dat is de sysadmin web-based tool dat draait
daarmee, allee, het staat al in de package van Fedora Server 23. En hier zie je hoe dat je kunt aanmelden. Ik ga me niet als root aanmelden, maar als een gewone gebruiker. Ik heb proberen of dat lukt. Ja, dus deze is een Unix gewone gebruiker, dat dus niet de root is, zou ik zeggen. En daarmee heb ik mij nu via de console op de server aangemeld. Terwijl we dat deden, gaan we nog eens zien. De DNS-update heb ik dus uitgevoerd. Dan spreken ze van de DNS-naam, de domeinnaam, hostnaam te veranderen, maar dat heb ik dus blijkbaar ook al gedaan. Want die noemt bij mij nu Fedora Server 23. En oorspronkelijk was dat al een andere naam. Als ik me niet vergis, localhost.localdomein. Maar we gaan het nog een keer uitvoeren om te zien. Vraag mij nu niet meer hoe ik dat weer gedaan heb. Ik denk dat gewoon via de installatie in te stellen was. Stap 2 zet in de hostnaam. Wat ik doen, hè? Ik ga het eerst ook nog een keer meelezen. Hè. Lees dat weer gemak mee. De hostname CTL. Ik weet nog niet of dat iets nieuws is, of dat dat al lang tot de basiscommando's behoort van de server of niet. Daar kan ik u allemaal geen antwoord op geven. Nu ben ik meer op mijn Oost-Vlaams aan het klappen. Misschien dat ik nu niet moet ondertiteld worden. Zo goed als kwaad als kan. We kunnen dat eigenlijk op twee manieren doen. Want die web-based admin-console, die heeft, dacht ik, hier bij zijn tools van de eerste keer ook een terminal staan. Alles dat ik hier zou doen, is dus hetgene dat ik rechtstreeks via de terminal of de server of de virtual machine zou uitspoken. Dus bij wijze van test ga ik die commando's nu een keer proberen uitvoeren via de meegeleverde terminal van de web-based cockpit console. Andere suggesties is altijd welkom. Hè. Ik ben maar aan het improviseren wat we zouden doen. Dus hier met andere woorden uitvoeren hostname CTL. Maar er moeten waarschijnlijk nog een aantal opties zijn. Ja. We gaan even zien dat de current hostname blijkbaar gaat dan met de commando hostname CTL optie, parameter status. Hostname CTL parameter status. Ja, console terminal ingebouwd, marcheert. Dat is bij deze ook al getest. Wat heeft dat nu voor informatie? Een statische hostname, een pretty hostname. Dat is waarschijnlijk, willen ze zeggen, degene die gebruikt zal worden in de DNS. Icon name. Maar je ziet er veel beesten bij staan. Van alle soorten uitleg. Dat is goed voor te weten. We gaan even kijken nu wat de bedoeling is van dat. Dus commando hostname CTL met parameter status geeft dus een overzichtje van uw huidige, hoe noemen ze het, lijst, ja. Sample output. En nu gaan we die hostname veranderen. Ja, dat is dat beest hier. Parameter set streepje hostname. Optie static en dan daarachter zodat we dan onze eigen naam tussen brackets zullen moeten geven. En we zullen nadien moeten rebooten.
om alles toe te passen, maar dat zal wel vrij snel gaan met een VM. Daarna moeten we hetzelfde commando dan nog een keer uitvoeren, om te zien of dat wel degelijk aangepast is. Ja. Dan zouden we in de static hostname moeten zien, hier zie ik wel www.linuxnews.com en hier typen ze slechts linuxnews.com in. Ik weet niet of dat automatisch aan toegevoegd wordt, maar hier in de console spreken ze ook de route dat zich op de www brengt. Het is maar iets dat maar opmerk. Ik weet niet wat dat zal geven. Ik ga ook geen www-punt intikken dus. Maar gewoon gelijk dat ze hier doen. Hostname CTL. Set hostname op Systatic en dan de naam. Ja, dus ik heb gewoon mijn pijltje omhoog gedrukt. Uit gewoonte, maar de console terminal werkt dus ook met de... een beperkt geheugen van alles dat je al ingetikt hebt, kun je in je, net zoals mijn historiek, terug oproepen door gewoon met je pijltjes toe te werken. Daarmee zag ik en met mijn commando weer opgeroepen. Deze keer parameter set, host, name was het. Ja, optie static. Dan, ik had hem al ergens Fedora Server 23 genoemd. Ik ga hem nu Anon Server noemen. Of wacht, nee, ik zal anders gebruik maken van mijn bestaande domeinnamen. Ik weet nooit dat er nog van pas kan komen. Spawnarea.be. Toch op te letten was er sprake dan van die www, dat daar ergens niets fout kan lopen. Want mijn virtual machine moet nu gebruik van zijn netwerk. Met zijn netwerkadapter is hij gebrugd naar mijn netwerk. Dus de server staat nu in een lokaal netwerk, gelijk welke andere machine te draaien. Vandaar ook dat ik de console... De web-based console kan benaderen vanop mijn eigen client machine, die tegelijkertijd de host is van deze machine. Maar wat je hier ziet, dat draait allemaal eigenlijk op mijn client, die ook in het netwerk staat, tezamen met de Fedora server. Dus omdat dat maar local. .spanarea.be en zien we dat heeft. Voilà. Ja, we krijgen geen zaken terug. Ze spraken ervan dat we misschien 10.1.1 opnieuw opstarten. Het is necessary. Het systeem verplicht mij niet. De server verplicht mij nergens. Maar om toch de naam te laten aanpassen, de hostname, moet ik opnieuw opstarten. Dus ga ik dat de machine laten doen. Voilà. Dan zie je hem hier. Nu is de server opnieuw opgestart. Ik kan hier via de serverconsole verifiëren, maar ik ga toch terugkeren naar een terminal. Ja, die heeft zich heel goed afgesloten terwijl dat de server opnieuw opgestart is zonder iets in sessie te houden, wat heel belangrijk is bij een sysadmin console. Als de server stopt, moet alles stoppen. Het moet niks bewaard worden, want anders dat vraagt om een zeer. Nu ga ik login again doen, in de hoop dat er hier niets fout gelopen is. Uit de reconnect. Ja. En die zijn bizarre toestanden. Wacht, hè. Het lijkt dat hij hier in een loopje zit. Maar de server is wel op aarde nu.
Quantum App. Ja, je moet het toch maar uit. Ik ga met een dienstje afsluiten. We zien wat er aan de hand is. De server is up en running, maar de console, er moet wel iets fout lopen met de client. De browser. Die de connectie opnieuw wil leggen met dezelfde sessie vermoedelijk van mijn Microsoft Edge daar open staat, dus moet ik daar iets op zien te vinden. Ja, ik was even vergeten dat mijn muis nog vast had in het probleem. En ik wil hem eerst keer hier aanhalen. Goed. Check, TTY1 is de hot console. Hè? Dat is eigenlijk een shell die alles onder controle heeft van het systeem. Ik ben nu ook aangemeld als root gebruiker, die in de Unix wereld de hot is. Hè. Eens dat je root zit, heb alles. En ik check in de vak toch nog met dezelfde sessie van deze hier ten opzet. Dat er een probleem is met security. Ik heb gewoon de installatie gedaan. Ik beschik niet over enige servercertificaten ofzo. Dit is by default. Cockpit moet er zelf zorgen nog dat ze een geldige certificaat eigenlijk meeleveren met hun package. Want op dit moment is dit niet helder. Maar ik wil wel verder doen uiteraard. Die doet die raar. Hè. Het eerste probleempje dat we tegenkomen, maar ja, we weten niet waarom dat ligt. We hebben door die DNS de hostname aangepast. Maar volgens mij ligt het er gewoon aan dat ik met dezelfde sessie heb. Ga ik het proberen in een andere browser af. En nog eens de virtuele machine opnieuw doen. Is dat nu nog altijd zichtbaar eigenlijk in het totaal nieuw scherm? Ah, ja, dat zit er hier nog beter.
augmenteer de view een beetje weer opnieuw van aanpast. Kan ik, hè? Ik heb een reboot gedaan van de virtual machine. Hopelijk dat dat voldoende zal zijn. Ik ga nu proberen hier van de console te geraken. Ja. Je ziet. Checkmate hier. Ik ga niet via dezelfde sessie van mijn browser eigenlijk terug op de server dan een reboot van de server. Hoe lang dat kan duren, dat weet ik nog niet direct. Dus ja, ik ga moeten eerst uitzoeken wat we kunnen doen. En daarnaachter kom ik weer online ervoor. Hè. Even uitzoeken. Het kan ook zijn dat mijn sessie aan het verlopen is. Deze is eigenlijk YouTube live en daar heb ik een half uur sessie voor ingebouwd. Dat gaat toch automatisch eindigen binnen een kwartier. Maar, allez. Ik kom wel nog terug. Ik zal zien wat ik intussen kan doen aan dat probleempje dat ik hier niet kan aanmelden via de sysadmin console, web-based console. Op de terminal server kan ik alles doen wat ik wil, maar ja, dat is niet de bedoeling. Hè. We willen zien wat Fedora kan doen via zijn meegeleverde tools, software en wat we daar kunnen verder uitstoken. Want zo gaan we ervan uit dat dat eigenlijk gebruikt wordt, hè, met Fedora. Er zullen er maar één of twee mensen rechtstreeks met de TTY gaan werken. Dus ja. Dus toch al iets. Ja, ik weet niet of ik nu effectief weer aan het streamen ben online. Iemand daar nog? Sorry, is een man dat ik even weg was ervoor. Maar zeer terug. Wat ik nu veranderd heb van tactiek is, de browser, de client, de webclient, gebruik ik nu Google Chrome. Dan zie je aan de rechterkant van het scherm. Ik heb mij al kunnen aanmelden, maar ik gebruik nu ook om mij aan te melden van is er hier een route om nog andere problemen te vermijden, want ik weet niet wat er fout was. Maar we zijn er vanaf. Ik ga mij nu aanmelden via de console. De web-based console. Ja, je ziet dat al. Ik hoop dat iedereen dat kan zien. En dat iedereen mij kan horen, dat weet ik niet. Seconde, ik ga ook nog mee testen. Nou. Dan zou ik weer krijgen met de bruiser. Nou, vooral dat de bedoeling was dat we de cockpit tool een keer zouden kunnen bekijken. Ja, ik ben terug online, zie ik, hè. Testreeks met de... Oké, dan kan ik dat hier weer afsluiten.
is in chat hier. Dat is eigenlijk dus waar ik naar op zoek was, naar de socket. Ofwel eigenlijk een plugin waarmee dat we aan het werken zijn. Dat heet dus raracockpit.socket. Met toch een deftige sysadmin console ze. Duidelijk ook. Maar zelfs historiek in de logs. Mooi zo, en groeperingen. Ze worden verwend van tegenwoordig. Dat is alleen dat vele veiligheidsexperts af en toe zullen moeten in toegaan. Hier bepaalde eigenlijk de networking van de server. Dus hier zullen we nog aan het werk moeten gaan als we bepalen wat dat we veilig met onze Fedora server gaan uitspoken. En lijkt dat er iemand al voorgesteld had. Proberen een eigen DNS of VPN server ervan te maken. Maar je moet het allemaal nog bedenken. De tools, er straks worden we kunnen hier de account bezien. Like
gelijk vele moderne systemen. Dat is mooi, proper. Het is niet alleen tekstbeest meer. Maar voor de hardcores kunnen ze nog altijd met de oude trouwe Bash-console aan het werk. Mooi, mooi. Tussenaks, ik vermoed wat ze voorstellen in die stappen hier, wat ze vragen om te doen. Met, toen het fout begon te lopen met het bepalen van de housename. Dus ik ga hem dat stapje overslaan. Ik vermoed dat dat al gebeurd was via dat vel hier. Dat gewoon via de GUI. Want ze spreken hier ook van die pretty housename en een real housename. Al bepaald is. Je kunt hier een ander domein joinen. In ons geval hebben we niks om te joinen. Dus ik zal dat ook voor later laten. Maar hier is het, dat is van belang eigenlijk. Join een domein om uw server zijn rol te bepalen in uw netwerk. Of dat een webserver zal zijn. Dan zal die ergens in een DMZ moeten geconfigureerd worden volgens uw netwerk. Er zal daar een apart domein voor bestaan op uw netwerk. Dat zal dan hier allemaal moeten ingesteld worden. Standaard zaken voor een LDAP, een Lightweight Direct Access Protocol of LDAP. Waar dan dat ze gebruik maken van een text-based login scherm. Wat dat eigenlijk ook het meest gevaarlijke toegangspunt is tot gelijk welke toepassing. Namelijk een login scherm. Hier kun je ook zelfs via de web-based console de server rebooten of afsluiten. Nog iets dat kan gevaarlijk zijn. Er is dus een mogelijkheid om via een webpagina je server te doen stoppen. Goed idee, geen goed idee, ik weet het niet. Maar voor alle duidelijkheid, we zullen eigenlijk moeten testen of wat die optie er ook wel is voor een andere gebruiker buiten root. Want in alle eerlijkheid, dat weet ik nu niet. Het is te open als er aan gedacht hebben. Maar ik ben nu dus aangemeld op de webconsole als root. Misschien dat ook alle opties openstelt. Hè. Want deze hier, System Power Options. En van hieruit, systeem herstarten tot daartoe, maar hem ook effectief afsluiten. Dat lijkt mij een heel gevaarlijk ding. Ja, maar zo. Opnieuw, ik ben dus root. Ik ga het niet testen, want alles blijft werken. Of wat dat ook het geval is, of wat die optie er ook zou staan bij de Power Options. Want anders is dat iets dat je moet opsturen als een change request bij de ontwikkelaars van het project. Want het is een serieus veiligheidsprobleem. Docker is een andere tool waarmee dat hier via de web-based console ook een interface krijgt op de server. Wat is Docker? Ook weer een plugin, net zoals Cockpit eigenlijk, om geheugen allocaties uit te voeren. Gelijk dat je bij storage zou doen, maar dan in domeinen, in netwerken. Nog een keer even verder kijken. Het is een hele waslijst als een voorstel, maar die statische IP-adressen instellen, onder andere. To set system static. Dan gaan we al beginnen prutsen met netwerkinstellingen. En dat ga ik eerst een keer voorbereiden, stel ik voor. Want
dat zal ook van belang zijn eens dat ik bepaald heb welke rol dat ik die de server zal geven. Je ziet het nog iets van een gnome tree tool. Dat zal hier voor denken, ja, dat is, hier dus voor op de workstation dat we zullen moeten uitvoeren. Dat is hier een screenshot naar de workstation. Daar spreken ze dan van het installeren van een browser, Google Chrome. Standaard staat er Firefox op, kan ik al vertellen. Als webbrowser. Een goed ding, een goed ding. Je ziet dan verder is het installeren van alle welgekende toolkits. Dropbox, dat zou ik skippen, als je mij gedacht krijgt. Mozilla Thunderbird. Docking. Bon, ik laat het hierbij, maar allez. We zullen wel nog een keer online komen om nog andere zaken uit te voeren. Bedankt voor het kijken en tot later. Bon, ik laat het hierbij, maar allez. We zullen wel nog